Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is tot en met morgen 18 juli. Tijdens de avond- en nachtelijke uren zal het voornamelijk langs de kustlijn overwegend bewolkt zijn. In het binnenland is er kans op enkele lokale bui. Ten noordoosten van het land zal deze gepaard gaan met onweer. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen, dinsdag 18 juli, zal het gedurende de morgenuren lokaal tijdelijk bewolkt zijn met zonnige perioden. In de middag en vooravond is er een toename in enkele lichte tot matige wijdverspreide buien over het gehele land die soms gepaard gaan met onweer en windstoten. Op enkele plaatsen zijn de buien kortstondig zwaar. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen dinsdag 18 juli in de middag en avond en voornamelijk ten noorden van het noordwesten van het land matige tot soms kortstondige zware onweersbuien voorkomen die eventueel gepaard gaan met windstoten.